Wat ik mooi in het auteursrecht vind, en daarin onderscheidt zich het auteursrecht wellicht van het andere intellectuele eigendomsrecht van, is de sterke binding met de cultuur. En wat is daar dan zo aardig aan? Dat is dat je gewoon positief recht, hard recht, want auteursrecht is beslist geen soft law, toepast in casus posities die te maken hebben met mooie dingen, met culturele uiting, met iets waar de samenleving iets mee opschiet. Natuurlijk is het prachtig om je bezig te houden met gezondheidsrecht of met verkeersrecht, en ook daar heeft de samenleving alle baat bij, maar het voorwerp waarmee je bezighoudt, daar word je vaak niet vrolijk van. En het voorwerp van de auteursrecht, daar word je meestal wel vrolijk van.